Goedemorgen, welkom bij Sweet Lake Fishing. Ik sta hier op een heerlijk rustig plekje, de A12. Nou ja, hoe lekker wil je het hebben? Ja, ik weet het eens. Ik heb vandaag 2 uurtjes tijd en ik had dit plekje ooit een keer gezien onder de brug. Ik zal je even meenemen. Zo gaaf. Plekje had ik gespot. Dat is echt. Ja, ik vind dit echt prachtig, dit soort stekjes. Onder de brug. Ik kan bijna niet staan. En kijk, dit is voor de aankomende 2 uur mijn visstek. De bedoeling is dat ik ga vissen met sardientjes en met wormen. En ja, gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. Ik heb maar 2 uur, is niet veel natuurlijk. Ja, soms heb je gewoon niet veel tijd nodig om een leuke vis te vangen. Ja, ik ga mijn best doen. Blijf kijken, je weet me nooit. Als ik op een nieuwe stek aankom, ga ik altijd eerst eventjes kijken waar wil ik uitgooien. Ik gooi niet zomaar in. Ik kijk altijd eventjes naar hoe is de structuur. Ik ga altijd met mijn lood, ga ik even peilen hoe diep het is. Waar is het talutje? Weet je, waar loopt het af? En wat me ook opviel hier, deze steiger, die loopt over het water heen. Dus ik verwacht dat ook veel baars, witvis, die ligt waarschijnlijk ook nog onder de steiger. Dus als ik niet te gek doe, ik maak niet te veel lawaai en ik leg mijn dobber met een lekkere dikke worm en ik leg hem hier zo langs die steiger. Ja, dan verwacht ik gewoon dat ik daar ook wat van aan ga trekken. De snoek. Ik heb daar het talutje gevonden. Ik heb hem juist onderaan het talut gelegd. Ja, werkt bij mij meestal wel. Maar ja, we gaan het zien. Je weet het allemaal niet. Dus dan heb je een klein beetje idee van hoe ik het aangepakt heb. Ik ga straks even laten zien waar ik mee vis natuurlijk. En ja, welke rek ik gebruik. Het is hier wel een beetje laag. Oh mijn god, alles. Oh. Dus kijk jongens. 10 minuutjes onder de brug. Eerste inworp. Wat een mooie zilt, hé. Oh, hij is echt heel gaaf. Kijk dan wat een ding. Gaaf man. Nou, ja, we zijn snel weer terug. Op naar de volgende. Lekker. Ja, ik hoor mensen willen zeggen, hé Jorn, je zegt dat je statisch aan het vissen bent. Maar je gooit gewoon elke half uur gooi je opnieuw in. Ja, ik heb wel zoiets. Lichte snoek. Dan ga ik er gewoon vanuit dat hij binnen een kwartier, half uur, dat hij mijn haasje pakt. Ja, pakt hij hem niet. Ik gooi hem rustig opnieuw in. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Net zolang tot ik de snoek heb gevonden. Kijk, ga ik echt met een rotpot. En ik ga gewoon echt, ik weet gewoon dat ik de hotspot gevonden heb. Ja, dan wil ik er wel eens voor kiezen om echt in te gooien. En gewoon echt urenlang de tijd te geven. Maar zoals vandaag, met een kleine 2 uurtjes de tijd, ja, als ze na een kwartier niet bijten, en dan gooi ik gewoon opnieuw in. Actief dood aasen. Nou ja, ik doe wel even visje natuurlijk. Het was weer 5 minuten verder. Ah, gaaf hè. Nou, dit is een leuke brug. Hier gaan we vaker naartoe. Ah, oh, gaaf man. Wat zal die zijn? Centimeter of 80. Ah, dit man. Nou, laten we weer gaan. Nou, ik had nog even beloofd om uit te leggen hoe ik vis op snoek. Vandaag dobber 20 gram.
stuitje. Kan ik hem mooi verplaatsen naar de diepte die ik wil. Een lood. En wat ik voor doe, ik zorg ervoor dat dit lood op de bodem komt te liggen. Wat ervoor zorgt, loodje ligt op de bodem. Lang staallijntje, zeker 40, misschien wel 50 centimeter als je het wil. En aan het einde heb ik een sardine en mijn enkele treg in de staart. Ik ben zelf niet zo voorstander van takels. Als je met één treg kan vissen, doe het gewoon. Ik sla zelf eentje mis. En nu denk je natuurlijk van, nu komt het geheim, hè. Waarom vist hij met sardine? Ja, mijn ouders hadden die nog liggen. De enige reden dat ik vandaag gekozen heb voor een sardine. Vis je met baars, kleine brazen, blik, vorm, alles werkt gewoon. Vandaag is het een sardine. Zo, dat ruikt wel lekker. Nou, helaas, mijn tijd zit erop. Ik moet de kleine van school halen. Maar als ik in zo'n korte tijd en zilt pak en snoek, ja, dan ben ik wel eens benieuwd hoe het er hier uitziet. Als ik gewoon eens goed voer, als ik het serieus aanpak en ook gewoon eventjes een meerdere uren de tijd geef. Vandaag moet ik helaas weer kappen. Maar jullie gaan zeker van deze plek nog een aflevering zien. Dat kan niet anders. Nou ja, ik zie je de volgende keer.